heb iets lekkers. Dat is kokosmelk. Ja, kokosmelk zit hierin. Heerlijk. Zelfs nog een winkeltje open en dat op tweede Pinksterdag. Ja, ja. Helemaal geweldig. En Rijka, die is ook weer blij. En hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is dus alweer al lang al middag, want de klok slaat net 2 uur. Mijn horloge heeft 4 minuten over 2, dus hij loopt 4 minuutjes achter. Dat moet weer even zien bij te spijkeren. Vandaag of morgen. De terrassen zijn weer open. De bioscopen zijn weer open. De museums zijn weer open. Noem maar op. Dat we gaan weer de goede kant op. Ik ga straks dan ook lopend met een rollator de stad in. Maar ik neem Rijka mee. Want die moet ook nog haar plasje weer doen. En dan ga ik beginnen bij de gracht. En dan hup. Neem deze camera mee en niet de GoPro, nee, want dan moet dat hele ding weer om. Heb ik er geen zin in? Nee. En ja, mijn hondje die gaat mee. Gewoon lekker mee, hè. Lekker lopen is zo meteen. Ja. Maar ik heb hier nog een bak koffie staan en ik heb iets lekkers. Dat is kokosmelk. Ja, kokosmelk zit hierin. Heerlijk. Ja, en deze is ook nog lekker. Ja, heb ik jaren niet meer gehad. Ik lust geen gewone normale melk meer. Maar dit is een ander smaakje dan melk. Ja. Dus ik vind het heerlijk. En ik ga straks dus, genieten. Het is wel heel raar vreemd weer. Het is sluierbewolking. Het zonnetje is er. Maar ja, omdat het sluierbewolking is, is het ook daardoor, vind ik, niet zo warm. Dus ik doe wel... Niet mijn lange winterjas aan, maar mijn korte winterjack doe ik aan. Ja, dat we zullen dan beleven. Ik neem deze camera mee en we gaan gewoon lollen maken, proberen. Ging ik vloggen de vlog? Ik kink het niet, doe ik het niet. Nee, je mag niet meer dat doen zonder te vragen. Dan moet je vragen, et cetera. En als men niet wil, dan mag het ook niet. Nee. Kan ik ook niks aan doen? Nee. Hé, hey, meisje. Ja. Wij wel, hè. Juist, kat. Onze is het lief. Maar oké, ik wens jullie natuurlijk ook allemaal weer een welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En uiteraard een hele fijne, liefdevolle tweede Pinkster maandag. We hadden vandaag, althans ik... Ja, en dat met een wildvreemde man. Sst, ik zeg, een maatje van me op Facebook. En ik, maar ik had ook van Karen en Roderick gehoord dat die het ook hadden willen gaan doen. Naar Friesland. Om met de Elfstedentocht mee te rijden. Maar ja, helaas. Dat mag niet. Nee. Ander jaar beter toch? Ja, en daar gaat Rijk ook mee. Want die man die heeft zowel motoren, zowel een auto. Nou, dan gaan we lekker met de auto, want ik hou dat niet vol. Nee. Even een half uurtje hier in de buurt, ja oké. Maar voor de rest ook niet. Nee. Dat is mijn te lange trip. Een hele dag achter op een motor? Nee. En dat zonder mijn hondje? Nee, en moppie? Nee. Mijn hondje gaat mee. Ja. Hé? Jij, schat. Ja. Is zo lief. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga genieten van mijn koffie en mijn kokosmelk. Moet even nadenken. En ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan, maar ook wat wij gaan doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, ik zit buiten in het centrum ergens op een terrasje. En het is berengezellig. Ik kwam nog een terrasje tegen. En ik moet Rijka terugtrekken, want die rij gaat helemaal om het parasol heen. Kom. Malle hond. Maar ja, ik kan natuurlijk niet de buurt hier al gaan vloggen. Maar ik hoop dat de baas er even op wil. Even een moment geduld.
Sievert! Is het cola, zero en bitter gaan doen? Yes. Wil jij op de vlog? Wat? Wil jij wat? Op de film. Wat is dat? Van YouTube. Dat je weer open bent? Nee hoor. Ik kom er ook op de televisie, dus. Maar oké, okay, hij wil niet. Nee hoor, zegt hij. Verlegen. Nou ja, dat is liever. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit. Het is hier in ieder geval beren gezellig. Laat jullie even horen. Nee, niemand? Nou ja, er is hier genoeg lawaai om me heen. Maar ja, ze willen niet. Nou, dat is... ze horen mij niet, ken ook. Maar het is wel druk hier. Ja. Dus ik heb een lekker wijntje. Ik zal het laten zien. Ja, ja, dat is klaar ligt de dag. Dat doe ik bijna nooit. Maar dat maakt niet uit. En we gaan straks, als ik de wijn op heb, ga ik gewoon even betalen. En ik ga weer verder met Rijka. Ja. Dat, ja, daar zie jij een... ze zitten hier keurig netjes allemaal op afstand, op hun enkelingen na, maar dat zijn koppels en dat mag. En Rijka die zit er weer nou vast bij een stoel, dus dat gaat helemaal goed komen, maar niet heus. Ja, Rijka, dat gaat niet goed komen. Nee. Maar oké, okay, lieve vriend, ik zou zeggen tot later. En ik zie weer een terrasje. Dus het is helemaal geweldig hier in de stad. Er is een hoop vertier. En iedereen heeft plezier. Ik vind het leuk en gezellig. Vindt u het ook gezellig, mevrouw? Die zegt niks. Nee. Er zijn ook een paar mensen die het niet leuk hebben en niet gezellig vinden. Maar dan hou je toch allemaal bij. Zelfs nog een winkeltje open en dat op tweede Pinksterdag. Ja, ja. Helemaal geweldig. En Rijka die is ook weer blij. Hé, Rijka is ook weer blij. Ja, ja. Helemaal weer toppie, toppie, toppie. En nou ja, die is natuurlijk sowieso open. Ik loop aan de verkeerde kant, heb ik door. Ja, kan er ook niks aan doen. Kom jij eens even die kant? Ik moet naar de andere kant. Kijk, er heen water, Rijka. Er wordt gezegd 1,5 meter, maar er is een maar bijgekomen. Als jij een logé hebt, die mag dan ook bij jou aan tafeltje zitten. En dat tafeltje is dan kleiner dan 1,5 meter zoals deze. Maar zo is het wel. Wij gaan door. Hé, Rijka? Ja, wij gaan door. En Hunkermuller is open. En dat op tweede Pinkster maandag. Wauw. En ik zie een schoenenwinkel open. Wat moet jij daar nou weer te ruiken? Niks te ruiken. Hup, doorlopen. Ja, ja. Schoenenwinkel open. Maar die is heel erg duur. Daar koop ik ze nooit. Echt niet. Wii is open. Make-up winkel is open. En dat allemaal op Pinkster maandag. Jongen, CNA is open. Wauw. Hoe doen ze dat toch? Faber. Er zijn even goed nog een hoop winkels op en dat op Pinkster maandag. Gosje dikkie. Hé? Nee, we gaan rechtdoor. Al loopt dat toch zo moeilijk met één hand. Wij gaan rechtdoor. Nee, daar, oh, daar hebben we geen terrassenboel. Nee, daar ging het wel. Ik wil kijken. Maar oké. Okay. Oh ja, dit wil ik ook jullie laten zien. Dit vordert ook zo mooi. Echt, dit wordt heel mooi. Ik hoop dat we aan de andere kant nog wat zien. Kijk.
halte bij Bellevue of zoiets, of Bellevue. Zo komt het te heten, zo heet het eigenlijk al. Dit is mijn favoriete zaak. Ja. Hier mag ik graag zitten bij een tafeltje op het terrasje. En dat hadden ze hier altijd mee. Ja, dat kan nou niet. Nee. Maar ja. Daar is lekker rustig. Dan mag ik graag kijken. Mama. Mooi hè. Ja, net wat ik zei van de week al, ik vind die randen, die ronde randen een beetje te donker, die lijsten. Had wel even wat lichter van kleur gemogen. Maar ja, ik ben niet degene die het gemaakt heeft, die het, bedacht het, de artiest, hoe noem je dat nou? Ja, jullie weten wat ik bedoel. Maar het lijkt dus hierop. Ja, ik denk dat er ook een klok erin gaat komen, daar in die bovenste ding. Ja, kijk, daar heet ook, komt weer een klok in ook. Het was vroeger het station, heel, heel vroeger, ver, ver voor mijn tijd. Rijka zit vast in mijn tas. Echt bijzonder. We gaan even aan de zijkant zien te kijken. Ook hier al omheen. Echt bijzonder. Dat het dus op het station moet gaan lijken. Ik heb nooit niet geweten hoe het station er ver voor mijn tijd eruit zag. En die stond dus ergens hier ook. Bij de spoorstraat, want dit is dan de spoorstraat, lieve vrienden. En ja, het staat nou ergens anders. En dat weten jullie al, want jullie zijn al mee geweest. Ja, nou, dan gaan we eventjes verder. Maar Rijka die trekt even, dus die trek ik even weer terug. En dan hou ik er even wat korter. Maar ja... Ik stop even en ik zal zo verder kijken. Ik zou zeggen, tot zometeen maar weer. Hé, maar nu moet je niet meer... En het waait hier als een raket. En Rijka die luistert weer niet. Maar het is daar zo ginds lekker druk. Hoe ze daar zitten op de terrassenboel, dat weet ik niet. En het waait... Oh, het waait vreselijk hier. Maar dat doet het hier altijd, op dit gedeelte. Echt. Maar ja, we komen er doorheen. Hé, ik ben wel ingezoomd hoor. Ik zal hem weer even uitzoomen, want dit is niks. Ho. Oh. Draai even om. Nee, dat is in. Uitzoomen. Zo. In het midden zijn er terrassen. Rijka. Hier nou. Iedere keer een getrek. Dan loopt ze mijn rollator vooruit. En dat is gauw een keer met één hand. Een heleboel winkels open, maar het gaat om de terrassen. Gezellig, gezellig, gezellig. Helemaal gezellig, gezellig, gezellig. En weer een winkeltje open. Aan de overkant is de boel open. Ja, 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 ja. Gezellig allemaal. Weer een winkeltje open. Rijka die aan het trekken is. Hé, hey, doe je pet eens goed. Doen we niet, hè? Zo. Hier. Nee, niet trekken. Ja, ik ben aan het vloggen, hoor.
Ik ben een vlogster. Film op YouTube. Kom. Doei. Nou, die staat er een beetje gekleurd erop. Ik ben dadelijk geweest, maar ze kwam uit Duitsland. Nou, en dat kan ik niet mededelen, want ik krijg geen Duits. Nee, gaat helaas niet. Zijn jullie blij? Ik ben een vlogster. Willen jullie erop? Komt op YouTube. Ja. Ik heb een kaartje. Kom eens terug. Kom terug. En dat in Den Helder. Hè? Ja, uiteraard in Den Helder. En ik kom ook op televisie en waarschijnlijk 15 juni op Man bij het Hond. Oh, dan gaan we zeker kijken. In de Big One, hè? De XL. Ja. XL. Ja. Oh. Ja. Unieke persoonlijkheid in de Helder. Ja, ze zijn speciaal bij mij geweest omdat ik dit dus doe. En ook nog plaatjes maak voor Facebook en dat ik iedereen er blij mee maak. Ik word blij en de terras is weer open. Alles gaat weer een klein beetje naar het normale leven. Ja. Nou, die anderhalve meter er nog af, ja, zodat we ook weer knuffelen kunnen. Nou, bij mijn kinderen doe ik het al, dus lekker belangrijk. Mogen we niet haaien? Nee. Toen mag van mij. Ja, mag van mij. Ik ben nooit toegeven. Mag wel even. Mag wel even. Dat is wanneer ze in de weer is. Hé, Rijka? Ja, nou? Je bent ook beroemd, hè? Ze is ook blij. Nee, dat is wanneer ik er echt in de leer heb. Want ze is nog jong. Ze is net 10 maanden geweest. Ja, het gaat erom wanneer ik echt met haar aan het trainen ben. Dan mogen ze haar niet aaien. Maar ik heb maar 1 korsetje. Dat is die. Maar we gaan weer. Naar ik. Ja, oké. Okay, doeg. Ja, is goed, doeg. Zo. Nee, Rijka. Rijka. Wat gaan we doen? Oké, dan. En dan gaan we die kant weer op. Ook een kaartje. Je hoort me niet. Nee, dan niet. Gaat dat niet hoor. Maar jullie zien het, lieve vrienden. De hele boel dat zit er lekker vol. Dus ik hang weer op. Ook daarbij het IJspaleis, of hoe dat ook mag heten. Is het ook druk zo te zien. En een restaurant ervoor. Rijka die trekt me helemaal naar een andere kant dan ik wil. Omdat ze vast zit. Nou, ik sluit weer af en ik zeg tot straks als we weer thuis zijn, of misschien kom ik nog een leuk kuikentjes tegen, dat weet ik niet. Want ik ga nou richting de gracht en er linksaf en dan zien we het verder. Ik zie live muziek, maar waar die naartoe gaan, Joost mag het weten. Ik kan niet weten waar dat naartoe zal gaan. Die gaan weer weg. Oh ja, maar die ene man die ken ik. Die kan ik. Van het Zutphenpark vorig jaar. Staat hij er ook gekleurd op? Ja, vorig jaar in het Zutphenpark. Ja. Met de zomerdromen stonden jullie er ook gekleurd op. Ja. Nu weer. Nu weer? Ja, nu weer. Ik had zonder muziek. Zo, nou lieve vrienden, nou stop ik echt. Ja, lieve vrienden, we zijn gelukkig weer thuis. Ik ben back af van de wandeling. Ondanks dat ik wel pauze heb gehouden, maar ja,
Ik heb even een wijntje gedronken, lekker even bij Sievert. Maar ja, die heeft niks met internet. Hij laat alles aan zijn zoon over die dat doet. Maar oké, okay, ja, eerder het fijne natuurlijk toch. Ja, en ik ben nog een paar mensen tegengekomen die ik van gezicht kon. Nou, dat hebben jullie ook gezien. Dat was die band die we vorig jaar in het Churchillpark hebben gevlogd. Als jullie dus een heel eind terug gaan kijken naar het verleden, dan komen jullie ze vast en zeker nog wel weer tegen. Dus ja, hartstikke leuk. Gezellig. Ja. En ik heb even bij de gracht gezeten. Daar is heel vaak een meneer bezig aan het magneetvissen. Ook daar heb ik mee gesproken. En oh ja, ik weet niet wat ik heb hoor, maar ook dat is onhomo. Ja, ken je dat? Is geen homo aan te trekken. Nou ja, maakt niet uit. Het is ook niet. Ik heb er niks op tegen hoor. Maar die man die maakt sieraden en hij vlogt zelf ook. Michael heet hij. Dus jullie zullen die ook mee gaan maken. Want ik ga bij hem thuis, tenminste in zijn atelier, ga ik ook vloggen. Wanneer dat is toegestaan, wanneer dat kan. Ik weet niet hoe groot het daar is. Maar in ieder geval, dat ga ik dan ook daar vloggen. En hij zal ook dan hier wel eens komen. Dat we gaan elkaar vloggen. Helemaal gezellig, helemaal leuk, helemaal top. Ja, en wie weet kan ik wat voor hem betekenen met de sieraden. Ja toch? Hij is niet duur. Hij begint geloof ik al vanaf 50 cent of zoiets. Ja. Wat wil je dan nog meer? Maar oké, ik heb koffie gemaakt. Ik had wat wijn gemorst omdat het een rotglas was. Die liep smal toe. Nou, daar kan ik amper uit drinken. Had ik wijn gemorst op mijn witte jasje. Dus daar ben ik mee bezig. Dat vind ik voorgaan op de afwas. Dus die hele afwas die staat er allemaal nog lekker laten staan. Het staat me niet op mijn rug. Ik vind mijn jasje belangrijker en een vlog in elkaar zetten ook. Die afwas toch geen ook desnoods vanavond nog en anders morgen nog wel een dag. Ook moet ik om mezelf denken met mijn rug. Want die doet vreselijk veel pijn en ook mijn benen. Maar dan kan het pret niet drukken. Er is hier een klein lief poezenbeestje. Die vraagt ook de aandacht. Onze prinses Eowyn. Eowyn. Jij? Ja, vind ik ook, schat. En Rijka, nou, die ligt voor mij wel later in haar mond. Ja. Dus ja. Ik ga lekker eerst even een beker koud water drinken. En dan neem ik koffie mee die kant op. Dat moet ik goed intrekken. En dan gaat het straks de wasmachine in met nog meer witte was. Want ik heb nog meer witte was. Dus het komt allemaal wel goed. Dat moet gewoon schoon.nl. Oké, dus ik heb nog genoeg te doen, lieve vrienden. Zowel voor mezelf, zowel voor jullie. Dus het komt allemaal goed, ik zou zeggen. Geniet verder van de middag. Het is namiddag. Het is 16 uur, 12 minuten over 4 alweer. De tijd houdt geen schoft. Nee. Maar ik ben ook meer dan een uur weg geweest. Dus ja, kan het even geschikt worden? Dat lang genoeg weg geweest van huis en haard. En Rijke is back af. Ik ben ook back af. En ik ga nou genieten. Ik zou zeggen tot later. Doei doei.